Goedemorgen! En dan nu hebben we iets nieuws. Juist, de partytent op Den Oprit. Juist, op Hoornijgendam. Met de partytent, pilsje erbij, met de buren, gezellig, met vrienden. Pilsje, zuipen, weet ik veel, een wijntje, biertje, lekker, van alles. Carnaval. En uiteindelijk, eigenlijk is het een radioprogramma. Hè? Johan Marijnissen die gaat langs bij de mensen en gaat vragen hoe het allemaal precies is en hoe ze het vinden. En daar hebben ze van Omroep Drimmel hebben ze daar mooie beelden van geschoten. En die gaan we nou bekijken. Oh, het is weer zover. Zondag 27 februari tussen 1 en 5, live bij Omroep Drimmelen. Partytent op Den Oprit. In samenwerking met de carnavalstichting De Maaienherf. Ja, je luistert nog steeds naar Omroep Drimmelen, leuk van radio. Met Johan, hij is in Maden en omstreek aan het rondrijden in de gemeente Drimmelen. Voor partytent onder een oprit. En wie weet komt hij wel bij jou in de straat, hè? Dus ik zou maar gewoon naar buiten gaan. Een en al gezelligheid hier. Nog steeds naar Omroep Drimmelen, leuk van radio. Met Johan, hij is in Maden en omstreek aan het rondrijden in de gemeente Drimmelen. Voor partytent onder een oprit. En wie weet komt hij wel bij jou in de straat, hè? Dus ik zou maar gewoon naar buiten gaan. Een en al gezelligheid hier. Met Johan weer. Ik heb weer iemand van de carnavalstichting, die staat ook in het tentje. Goedemiddag. Hey, ik heb hier iemand van de carnavalstichting, de Maaienherf, met me staan. En het gekke is, hij staat wel in het tentje. Hij heeft geen muziek, nou heeft hij wel de muziek natuurlijk van onze radio gewoon bij. Het rare is, ja, of dat raar weet ik niet, ik zie bij die beste meester helemaal geen bier. Klopt dat? En trouwens, die bende. Mijn naam is Jens Keurs van de carnavalstichting De Maaienherf. En inderdaad, ik heb nog geen bier, maar dat komt goed. Oh, nou, in ieder geval, het komt goed. Dan horen we dan van Jens. Jens, geeft hier van allerlei spulletjes. Komt er even de carnavalstichting mee? Ja, wij verkopen merchandising voor de stichting. Dus vlaggen, sjaals, embleems. En dit is voor het kinderspeurvossenspel, wat we vandaag hebben, van 2:30 tot 4:30. Waarbij de kinderen activiteiten kunnen doen, vossen kunnen zoeken. En dan krijgen ze aan het einde van het kaart een snoepje. En dan hebben we later de grote verloting van de prijs. Dat is wel allemaal heel leuk voor die kasten. Hey, wat ik nog even wil zeggen tegen de luisteraars. Ik heb net gehoord van Bart dat er met alle grote carnavalsverenigingen van de Mei gaan ze op de foto met die kar van Eiland de Mei. Dus dat, ik heb het zo zien, even vijf uur. Wie zou dat een carnavalsproef willen doen? Eigenlijk aan de hele gemeente Maden en Drimmelen. Dat is eigenlijk gewoon aan alle luisteraars om te luisteren. Ja, dat is al heel mooi. En dan heb ik nog één vraag aan jou. Welke carnavalsplaat zouden we voor jou kunnen draaien? Dan zouden we jou echt blij mee kunnen maken. Dat is een goeie. Een goeie, hè? Allemaal een heerlijke plaat. De Toreador, dat blijft hier wel niet. De Toreador stond in de arena. Dit was voor hem de laatste keer. Want telkens dacht hij aan Maria, zijn liefste señorita. Viva!
me interesando. Oh, madre mio, spame il toriador. Marina, reina, schreeuw de publico. Goedemiddag, we zijn weer in een volgende party tent. En het enige jammer vind ik wel dat ik heb gehoord dat er andere muziek is af om te drimmen. Maar het is niet minder gezellig. We hebben hier, wie hebben we hier allemaal? Ik heb hier twee dames en een meneer. We lopen gewoon even het draadje af. Jurgen. Lois. Loa. Goedemiddag. Teren van, waarom hebben jullie hier een party tent staan? Ik denk dat ik dan het beste naar jou kan kijken, want jij weet daar volgens mij het meeste van. Nou, omdat we voor mijn leeftijd, omdat ik 16 ben, mag ik nog nergens binnen, dus dan doe ik het maar thuis. Want dat is natuurlijk wel heel erg slim. En vaders, die vond dat gelijk goed. Vind je dat altijd goed, hè, Johan? Dus ja, natuurlijk. En dan vond ik het helemaal een goed idee, of niet? Ik wel. Ja. Jullie houden allemaal wel van het feestje. Nou ja, ze hebben hier een eigen DJ, Erwin. Dat is ook grappig. De DJ staat daar. Doe je dat vaker? Of, ja, ik doe het wel vaker. Je doet het wel vaker. Oké, maar dat is wel mooi. Ja, net als bij alle andere mensen, maar een carnavalsgroet doen en een carnavalsplaat aanvragen. Nou, dan laat ik jij zeggen aan wie je een carnavalsgroet gaat doen. Oh, ik ga denken. Ja, denk ik. Ik was niet voorbereid. Nee. Aan mijn vriendin Sanne, want die kon er niet bij zijn. Dus dan wens ik vanuit thuis toch een fijne carnaval. Ja, nou, dat is heel goed. En Jurgen, naar welke carnavalsplaats gaan we luisteren op de radio? Doe maar iets voor vulgari. Weekend goed van slag, ontdek er weer op kloppen mag. Ik heb een hele grote trom en daarom sta ik altijd krom. Ik sla er op een nieuwe dag. Het gaat zo lekker in de maat, van smergens vroeg tot s'avonds laat. De vrouwkes doen goed mee met mij, het is een ware slagpartij. Het zweet loopt om een naad. Nu zijn we bezig met de Vossen, ja. En dat klopt, hè? Hier ben jij. En jij doet mee aan de Vossen, ja. Is het een beetje moeilijk of zeg je van, het lukt ons wel. Ja? Heb je al, moet je echt Vossen gaan zoeken of wat moet je precies doen? En dan is de laatste, en dat is misschien nog wel de allerleukste vraag. Welke plaats zou je graag nog op de radio willen horen? Van links naar rechts, de tent die wordt gebold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gebold. Naar links. Naar rechts. Nog een keer. Naar links. Naar rechts. Laat maar horen!
We maken het. Kijk, we hebben een mooi bloemetje bij ons. Dus dat kan helemaal goed komen. Ja, het gaat er heel veel weer op. De partytents zijn te vergeten, maar het bier staat in ieder geval op tafel. Ik zie zelf al kleine shotjes daar. De boswandeling, de schrobbeling, het moet er allemaal bij horen. Dus, dat is wel carnaval. Ja, 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 klein beetje. Klein beetje. Ja, het is toch echt carnaval als we gebouwen. En deze wat doen wij het. Ik zei net ook al van... Ja, klopt. Het is wel mij toch nog net niet. Nee, dat gaat het niet meer net. Maar goed, we maken het mooiste van. Ik was eigenlijk wel echt de wagenbouwers. En ja, nou hadden we het eigenlijk weer gehad. En helaas hebben we het nou niet. Maar goed, helpen deed het met hem. Ja, de soes. Dat denkt erin met de soes te komen. Allemaal uit elkaar. Jan, we hebben het bij meerdere gedaan. Je mag een carnavalsgroet doen. Aan wie zou je dan een carnavalsgroet doen? Ik doe een carnavalsgroet aan alle Maaiers. Die toch nog vandaag iets proberen van te maken. En ja, het is... Ik heb gewoon gauw volk. Ik heb niet voor niks zo'n blauw mee geel jas gedaan. Hè. Ja, dat klopt. Dan ga ik geen carnaval boven de Maai. Dat is heel simpel. Als je nou ooit een keer mee hier mee hebt gemaakt, dan ga ik nooit even niet. Dan ga ik niet al aan durven kunnen. Wij hebben dat een keer gedaan met de band. En inderdaad, toen zei je van de raad, joh, dat hebben we één keer gedaan. Maar wij gaan hier wat nooit meer mee. Zelfs niet toen we voor de kas een flinke buik konden verdienen, gingen we nog niet mee. Dus dat zeg of ze mee. Ja, jongen, dat is de Maai. Ja. Als je de ene keer bent gekomen, dan ga je er nooit meer weg. Nee, ja, hier kun je nog carnaval vieren. Ja, nou, vinden wij, hè? Ja, dat vinden wij. Gisteravond was ik op een feestje samen en er was iemand uit Tilburg die zei... Avond van die zei, ik ben ene keer nu van Tilburg uit Kruikenzakenstaat gekomen. Dat ga ik nooit meer doen. Ja, dat moet ik niet meer doen. Lekker aan die mannen. Dat is een kleinbaar kwaad, denk je niet, hè? Je mag een carnavalsplaat aanbieden. Die gaan we dan voor jou draaien. Welk nummer kan het dan worden? Ik ben ouderwets. Wat zal het? Wij jongens, welk nummer moeten we gaan draaien? Eén nacht alleen. Eén nacht alleen van Rick en Co. Lekker op die bank, lekker op die stoelen. Laat de pitten en houd de gordijnen dicht. Tranen in mijn ogen van het ochtendlicht. Een negel in mijn kop en een tong van licht. Ik wou nog vroeg naar bed, maar oh, dat ging niet meer. Eén pilsje hier, twee whiskies daar. Chansen met een dame in de late night bar. Net als ik naar huis wil, loopt ze met me mee. Ze kijkt me vragend aan en oh, ik zeg niet nee. Ho, ho, ho. Ah, en dan gaat die. Eén nacht alleen. Eén nacht alleen. Kom niet bij me kloppen, de deur is op slot. Laat me één keer slippen, oh, ik ga kapot. Eén nacht alleen. Eén nacht alleen. Met de stilte om me heen. Eén nacht alleen. Sylvia, Jeannette, Nathalie en Fine. Elsje, Treesje, Truus, Babette en Sabine. Greet, Margriet, Marie, Marij en Angeline. Wies, Marian, Marion, Marion en kleine Tine. Ho, ho, ho. Ah, en daar gaat ie. Eén nacht alleen. Eén nacht alleen. Kom niet bij me kloppen, mijn deur is op slot. Laat me één keer slapen, want ik ga kapot. Eén nacht alleen, één nacht alleen. Met de stilte om me heen, één nacht alleen.
laatste keer. Eén nacht alleen. Eén nacht alleen. Kom niet bij me kloppen, mijn deur is op slot. Laat me eentje slapen, want ik ga kapot. Eén nacht alleen. Eén nacht alleen. Het is stilte om me heen. Eén nacht alleen. Zo, dankjewel. Ja, we zijn live in de uitzending gekomen. Hey, ik sta nu eigenlijk naast de belangrijkste meisje van de mei. Dan hebben we het over Prins Thomas de Nest, hè? Goedemiddag, Thomas. Hey, ik zei het al, ik was een beetje benieuwd van... ik mis heel veel mensen bij jou, hè? Ja, dat klopt. Er zijn twee activiteiten tegelijk bezig. En de Vosjacht, natuurlijk de jeugd, die denkt, ja, dan moet ik als prins mijn gezicht laten zien. Op het fietsje, heel de kinderen op kort af. En zo een beetje foto's maken, een beetje kletsen met iedereen. Dus, en dan ook rommelig op het probleem. Dat is fantastisch. Ik mag rustig zeggen dat in het centrum loopt best wel vol op de mei. Ja, zeker weten. Veel jeugd, veel Vosjachtzoekers. Dus nee, echt top om te zien. Ja, dat is zeker. Hey, hoe is carnaval nu voor jullie? Ja, fantastisch. Heel gek. Een beetje dubbel gevoel. Iedere keer 's ochtends denk je, oh ja, we mogen weer. Weinig training gehad. Maar als ik zo weer met z'n allen bij elkaar ben, dan komt dat vrij snel goed. Ja, nee, wat carnaval, dat zit in hart en nieren. Ja. En anders, dan heb je het niet, hè? Nee. Geet het of geet het niet. Er zijn er een hoop die het proberen. Maar nee, ja, geet het of geet het niet. Zo simpel werkt dat. Ja, dat klopt. Hey, alle andere mensen hebben ook maar doen. Op Kai. Carnavalsgoed. Aan wie ga jouw carnavalsgoed? Ja, aan Hilde Meij. Ja, als prins zijn, ik ken alleen maar aan Hilde Meij de goed doen, toch? Ja, dat is wel heel mooi. Hey, en de allerlaatste. Wat is jouw ultieme carnavalsplaat? Als je denkt, als die voorbij komt, dan word ik echt heel blij. Ja, dat klinkt voor jullie misschien een beetje gek, maar de Blaaskozen hebben nummer 5-6, dat zegt jullie helemaal niks. Maar daar hebben ze het 4 jaar geleden van mij eens een keer ingestudeerd. Dat is een beetje ouderwets, happy, hardcore feesting. Als die man er niet begint te spelen, ga dan maar aan de kant staan, want dan is het feest. Maar dan weet ik niet of wij die in de studio hebben. Dus wat gaan we dan doen? Nog steeds naar Omroep Dribbelen en Leuten Radio. Met Johan, hij is in Maden en omstreek aan het rondrijden in de gemeente Dribbelen. Voor partytent onder een oprit. En wie weet komt hij wel bij jou in de straat, hè? Dus ik zal maar gewoon naar buiten gaan. Ja, we zijn er weer, Erwin. Ja, ik heb weer iemand gevonden en het mooie is, toen hadden we de prins en die man die nu naast me staat, die heeft er al verschillende versleten. We hebben de oud-voorzitter van de Mayonnaise. Goedemiddag, Ad. Hey, goedemiddag, Johan. Nee, goedemiddag, luisteraars. Nou, ik zag jou staan. Ik zeg, die kennen we niet voorbij gaan. Ja, gelukkig. Hoe voelt het om nu... Ja, wij doen natuurlijk nog zat achter de schermen. Dat kan ik ook niet laten. Dat is ook heel mooi. Maar hoe voelt het om niet per se te moeten? Ja, dat is wel lekker. Vooral omdat ik zie dat het allemaal goed gaat. En het is natuurlijk een beetje improviseren, hè, daar met de jaar. Maar ja, ik zie de nieuwe voorzitter en heel de Raad van Elf en iedereen is lekker bezig. En carnaval loopt. En carnaval leeft op de mei. Dus dat is mooi om te zien. Ja, want ik zal even zeggen waar ik nou ben. We zijn weer bij de kraam eigenlijk van Jens. Ik noem het de kraam van Jens gewoon. Dus we zijn op het Raadhuisplein. Ja. En het valt echt op. Dus straks was het nog rustig. Maar nu staan mensen gewoon. Ik vind het echt mooi om te zien. Gewoon in de rij. Om toch van alles te kopen, hè?
Ja, en ze moeten hier hun formulier inleveren. Oké. Okay. Met de 10 letters. En als ze dan het woord, en dan krijgen ze een lekker snoepje voor als beloning alvast. Alsjeblieft. En dan straks trekken we uit de winnaar, trekken we eentje die echt een prijs krijgt. En verder verkopen we wat spulletjes, hè. Vooral de medailles, die zijn we vaak in het voorseizoen al kwijt. En ja, dit jaar was er geen voorseizoen. Dus onze medailles, verzamelobjecten, vorig jaar hebt, je hebt hem al hier. Ja, ik heb hem. Ik slaat er nooit één over. Nee, zo. Ik heb dat gewoon zelf vorig jaar nog gedaan. Ik denk, ja, waarom zou ik hem kopen? Ze hebben hem niet van niks laten maken en het hoort er gewoon bij. Ja, vorig jaar was het natuurlijk helemaal raar. Ja. Dit jaar, ik noem het half. Het is half, of ja, het is twee helften. Ja. De eerste en de tweede helft. En de eerste helft met dit weer is al mooi. En de tweede helft, ja, dan hopen we een soort zomercarnaval voor één keer. Ja. Nou, ik zou nou zeggen, het is gewoon bijna zomer. Want stel nou voor, als hij echt had gereden, dan had het toch wel echt... Ja, maar we dromen altijd van die mooie kleuren. Hè. Met de zon heb je de kleuren van de wagens en van de ronddeelnemers. Ja, dat hebben we een paar jaar eigenlijk gemist. Hè. Vorig jaar was het helemaal bar en boos. Ja, dit zou perfect geweest zijn. Maar ja, als het vorige week geweest was, dan had je weer storm gehad. Dus. Ja, ik heb... Weer hebben we niet in de hand. Hè? Nee, dat hebben we nooit in de hand. Dus maar goed, ik heb ook al een paar gezegd, nu zullen we zien. Nu ga je naar mij, dan denk ik, lekker warm. En dan komt het daar met bak uit de hemel af en misschien wel storm. Dat moet er niet aan denken. Nee, joh, dat kan helemaal niet. Oh, dat kan niet. Dan hou ik jou daar gewoon aan. Ja, dat is goed. Dan kom maar langs als het niet zo is. Ja. Hey, iedereen mag een carnavalsgroet doen. Aan wie zou jij een carnavalsgroet doen? Ja, aan alle mensen die nou nog thuis zitten, die het toch nog een beetje te riskant vinden of die niet helemaal gezond zijn. Dus die nog niet op pad durven. Die wil ik echt de groeten doen, want die had ik graag op hier gezien. Nou, dat is een heel mooi. Hey, en dan als allerlaatste, jouw favoriete carnavalsplaats, maar dan gaan we die dadelijk op de radio draaien. Oeh, mijn carnaval. Ja, dat liedje wat van het jaar van ons moeder. Dat vind ik mooi. Als moeder zei. Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee als moeder zei, keer op keer. Dan dat is niet goed gegaan. Ja, voor de dienst stak al wat kratjes leeg. Want ze was zo lelijk dat ik er schrik van kreeg. En ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik deed het toch, ja ik weet het, ze zei het. Maar wat dacht ik toen? Wat is het soms leuk om iets fout te doen? Ja, ik was altijd zat. Mijn huwelijk heeft het dan ook niet gered. Want ze ging altijd met elke klap naar bed. En ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Goedemiddag Anton. Goedemiddag. Fijn dat we even jou uit het café konden trekken. Want ja, omdat de camera erbij is, krijgen we zoveel bijgeluiden dat het niet echt werkt. Dus ik zeg, kom even mee naar buiten. En ik had hele moeilijke vragen van mij. Dat was toch jouw eerste vraag die je aan mij stelde? Dat was mijn eerste vraag. Was er nou moeilijke vragen, Anton? Ja, dat zit ik mee aan. Of veel bier gaan drinken? Ja, maar dat is helemaal geen moeilijke vraag. Dat is gewoon een feit. Daar ga ik niet op reageren, joh. Hey, het valt me op als we rondrijden. Er is echt wel veel cafés die ook buiten niet hebben. En dat daar ook echt wel vol staat. Ja, het is natuurlijk fantastisch weer. Er is vanuit de gemeente gevraagd om zoveel mogelijk binnen te doen. Nou ja, jongens, het lijkt wel zo'n carnavalsgroet willen doen. Ik zou een carnavalsgroet willen doen. Stoontjes. Die heeft twee dagen vol carnaval.
Roosbroek. Dat is een carnavalsfeest. En een minuut feestje. Dus daar wil ik heel graag op carnavalsfeest. Lekker gedaan. Dan doen we het anders doen. En dan gaan we een mooie positieve afsluiten. Wat is jouw ultieme carnavalsvlag? Als je die carnavalsvlag draait, als ik ook die hoor. Zo, we kijken naar dan. Ja, steunlied vind ik heel toepasselijk. Nogmaals. Nou, dan gaan we die doen. En ik hoop dat we. En bedankt, rossen of toch stilstaan. Doorgaand, niet samen, dat is apart. Doorgaand, maar wat er ook gebeurt, carnaval blijft in ons. Heeft daar weer iemand gevonden? Goedemiddag, Johan! Dan moet je duidelijke vragen stellen. Ik ben alleen maar duidelijk. Ik heb iedere keer als jij over de ding komt, dan zet ik de geluid uit. Ik denk, hij is er niet, dan moet ik hem ook niet horen ook. Dat is geniaal, hè? Maar ik vind het goed, maar dan pakken we samen even een vriendertje. Ja, en anders. Doet op een pak en anders onderhandelen, hè? Je hoeft hier ook beelden wat, want dit. Die kwaad horen. Nee, dat kan niet. Moet dat daar niet in? Nee, dat is een plastic.
jongen, waarom moet ik het bellen? Houd de voeters op, man. Hé, hey, Erwin, we zijn er weer. Ik ga je vertellen dat wij... Ik ga jou vertellen dat wij op de laatste flesje gaan. Even dat ding raken. Ja, zo ja. Ik ben op het laatste plek en dit is een party tent. We hebben hem vanmiddag nog niet gezien, een hele grote. En ik kan jou vertellen, wij staan in die party tent samen ja, met meer mensen, maar met Bart Broeders. En Bart Broeders, die hebben we alle pakken meer keer op de radio gehoord. En denken, hoezo? Ja, die heeft trouwens de promo van de partytent aan de oprit ingesproken. Hey Bart! Hey, goeiedag, Johan. Goeiedag. Hey, zit de veer er een beetje in? Ja, de sfeer zit er zeker in. Tot de kijk komen. Ik wist al dat Bart hier in zeggen. Bart, die zit er gewoon bij het Muis Kwartierken. En we staan nu in de tent van het Muis Kwartierken. Zo, ik heb het vertellen. Is er goede muziek gedraaid, Bart? Ja, dat is zeker goede muziek gedraaid. Ja. Nou, Erwin, die kan jij dan in uw zak steken, want jij het de hele middag voor de muziek bezorgd. Buiten natuurlijk dat dan de mensen het tegen aanvragen. Bart, is dit carnaval? Nee. Ja, het gevoel begint te komen, maar het is niet het carnaval als we gewend zijn, maar het komt in de buurt. Laten we het daarop houden. Wat mis je dan eigenlijk het meest? Ja, gewoon het carnaval met heel de mei, met z'n allen bij elkaar. Het is nou allemaal een beetje apart en dat is wel anders dan anders. Ja. Bart is geen echte meijenaar, maar hij begint te voelen. Ja, zeker. Ja, ze is kort wel gewoon achter op de mei. Dus, ik ga dan wel een teleurstellen gelijk, want je bent een meijenaar of je bent het niet, maar worden kan het niet. Je wordt geboren als een meijenaar. Maar mijn anders kan het niet meer worden. Het was gezellig. ik weet dat Bart dat ging doen. Bart, even heel iets anders. Als je een carnavalsgroet zou mogen doen, en de maandag dadelijk, aan wie zou je dan een carnavalsgroet doen? Ja. Ik heb niet zoveel vrienden, dus... Maar ik vraag je het erop. Ze staan hier allemaal te wijzen. Ze willen allemaal... Nou, in ieder geval, mijn kwartiertje allemaal. Leuk dat we in ieder geval nu met zo'n getal bij elkaar zijn gekomen. Dus voor hun in ieder geval een carnavalsgroet. Ja, en volgens Spaners Maa en Kai nog, maar die les die waarschijnlijk niet na. Maar ja, goed. Heb je het er niet voor gedaan, dan krijg ik geen commentaar. Er zijn een hele hoop getuigen van en het staat op beeld. Dus misschien komt het ook nog op tv en dat kennen ze dan weer wel zien. Ja, zeker. Ik zal tegen ze zeggen dat ze moeten kijken. Ja. Dan hebben ze dus bij deze Spaners Maa, hier draaien de carnavalsgroet van heel het Meis Kwartierken. En geniet ervan. Laatste vraag, en die gaan we dan dadelijk ook hier door de box kaart aanzetten. Wat is jouw carnavalsplaat? Of kan je gooien, dat kan dat is een goeie. Ja. Er zijn er zoveel. Die uit Oosterhout? Ja, maar dat mag dus eigenlijk niet, hè? Nee, maar die hebben we niet. Nee. Jawel, ja, wilde me kussen. Van CW de Weggooiers is het, hè? Ja, en die staat in ieder geval op Spotify, toch? Ja, die staat zeker op Spotify. Nou, ja. En op YouTube en overal. Ja, dus Erwin, als jij die dan wilt draaien, speciaal voor Bart, dan ga ik even naar het toilet als hij op het nummer komt en dan hoor ik hem niet. Hij gaat even naar zijn gezeik luisteren. wat zeg je, Erwin? Ja, hey, Erwin, ik weet toevallig dat de cameraman daar nog jouw kant op komt. Ook jij komt nog even in beeld en bekeken. Ik spreek jou straks nog even. Dus nog met veel plezier. En tot straks nog één keer. En dan ga ik naar het toilet en dan kan ik hem erin gooien. Je redt een verhaaltje, het gaat over Oshak. Al jaren ondernemer mee zijn eigen beddenzak. Een passie voor de kussens, want dat is echt zijn ding.
Als de beddenmeister voelt hij zich zo waar de king. De zaak is niet vaak open, gaat liever aan de zwier. Zijn topproduct promoten, ja, zijn waterbed vol bier. De Sjaak is altijd kogel, hij zuipt er vaak genoeg. En voor de vrouwkes neemt hij zijn weg mee naar de kroeg. Hey, wie? Willen we kussen misschien? Kussen misschien? Kussen misschien? Hey, wie? Willen we kussen misschien? Of heb ik hij al een andere gezien? Ja, la, ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 la. De verkoop van de handel, dat waar niet meer zoveel. Maar al die vele vrouwkes, ja, hij kijkt zijn eigen schil. Dus ging die gauw aan eten, nasi bij de Chinees. Het smaakte dit keer wel wat raar, het leek wel paardenvlees. Hij riep toen snel de ober, hey Pink, kom jij eens hier? Dit spul is niet te vreten en doe mij nog snel een bier. Hij kreeg een goeie tets en ons Pink die bleek best sterk. Hij riep heel hard, au Pink! Ja, zo ontstond zijn man. Kussen slopen? Jazeker! Komt-ie! Verkleed mesken, er staan toch twee leuke verkleede mesken staan in de studio. En die wou graag een plaat over van Marto. Kamer was ook een grote knaller natuurlijk. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemme!
Ja, speciaal verzoekje van de twee dames hier in de studio. En ze hebben gedanst hoor. Ja, ze hebben het geweten.